Als je dingen doet uh, waar weerstand op zit, of nieuwe dingen, dan kost het acht keer meer energie. En wij zijn een hele energie-efficiënte evolutionaire uitvinding. Dus me mensen zijn net muizen, die vinden altijd wel een gaatje. Als jij een reden kan bedenken om iets niet te doen, ga je die acuut verzinnen. Dus we zien bij habits, trainen, nou je hebt voor Sander ook even, die, 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 die marinier, die, die, die uh, heb je ook. Sander, een arts, ja. ja, die ja dus even, op wilskracht kom je, heel, eh, kom je echt van een heel eind. Alleen wilskracht is een spier. Die kun je wel trainen, maar die kost energie. Gewoontes, habits, micro habits, tiny habits, gewoontes kosten acht keer minder energie dan dan iets op wilskracht doen. Dus wij zijn hardwired om niet te veranderen. Mm -hmm. Omdat wij ongelooflijk goed zijn, onderbewust, in het bewaken van onze energiereserves. Dus we zijn. Uh, uh, wij houden niet van veranderen. Daar roep ik al jaren in elke organisatie: het woord veranderen mag je nooit meer noemen. Want zodra je het woord veranderen noemt, krijg je, gaan acuut de armen over elkaar, krijg je acuut weerstand. alleen al zeggen dat we moeten veranderen. Dus ik vraag heel vaak in een zaal: wie van jullie houdt heel veel van veranderen? Dan zijn er drie, vier vingers. Ah, oké, okay, top. En wie van jullie bedoelt eigenlijk: ik ben meer van nieuwe dingen ontdekken dan de rest. Maar wat voor mij goed werkt, blijf je een beetje tengels vanaf. <laughs> Alle omhoog, ja. dus, dus we houden niet van veranderen. Dat, dat, dat geeft helemaal niks. We houden, dat is een ander evolutionair mechanisme. We houden wel van verleiden. Dus, uh, dat werkt ook. Dus we willen wel verleid worden, maar we willen niet veranderen.